Welkom bij deze videotip en truc zelf ramen en deuren maken. In dit voorbeeld wordt een raam liggend op de plattegrond getekend met behulp van het wand- en vloergereedschap. Bij de wandinstellingen kunnen naar eigen wens de instellingen van het kozijn aangepast worden. Het is aan te raden om het zelfgemaakte object op een speciale laag te plaatsen, zodat het goed bewaard kan blijven voor eventuele wijzigingen. Het raam is helemaal zelf te bewerken en in dit geval ga ik naar de profielmanager voor het creëren van een uniek profiel. Ik plaats het profiel midden op de referentielijn, zodat dit later makkelijker te tekenen is. En nu kan de doorsnede van het profiel aangepast worden, waarbij de onderkant van het profiel de buitenkant van het raam gaat worden. In dit geval wil ik het profiel op 1/4 van het kozijn tekenen, dus verander ik hier de snappoint verdeling van 3 naar 4. Nu moet er alleen nog glas in het raam getekend worden en dit kan het beste met het vloergereedschap. Als je de spatiebalk inhoudt en vervolgens klikt, dan wordt het glas geplaatst binnen de contouren van de profielen. En hier het resultaat van een zelfgemodelleerd raam in Archicad. Bedankt voor het kijken.